Welkom bij het laatste gedeelte voor wat de donderdageditie betreft van Actua. Het programma elke dag van maandag tot en met vrijdag via kanaal 8.2 en 3. Waarbij u van 12 tot 1 wordt geïnformeerd ten aanzien van wat er precies in Suriname gebeurt. En alle zaken die betrekking hebben op Suriname, maar dan nog buiten Suriname plaatsvinden. In de afgelopen dagen is er ook vaak gesproken over B-streaming en internet. Onderwijs. Dus zo hoor ik zoveel mensen erover praten hoor. Andere mensen die geven de Sranafasi. De titels worden altijd op zijn Surinaams gebracht. Maar we horen straks in het laatste gedeelte van een deskundige op het gebied van dit onderwerp. Wat het precies is en welke naam we zouden moeten hanteren in Suriname. Zijn naam is wel bekend hoor, John van der Zijden. En hij staat aan de zijkant van mij. Dus we geven hem ook de ruimte om zich netjes te introduceren en de spullen aan te geven welke spullen hij heeft meegenomen. Welkom. Welkom, dankjewel natuurlijk voor de uitnodiging. Ik ben John van der Zijden. Ik ben local coördinator geweest van het B-streaming programma. Wat al 3 jaar eigenlijk geïmplementeerd is in het Surinaamse basisonderwijs. En het gaat eigenlijk om STEM-onderwijs. En STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Math. Wij in Suriname zijn apart wat dat betreft, want wij hebben de R van reading, omdat taal ook toch wel een belangrijk punt is, en de A van art ook erbij gezet. En vandaar de stream. En B-streaming komt basic education en dan science, technology, reading, engineering, art en math. Als u het niet weet, bent u elke dag afgestemd op kanaal 8.2 en 8 en kanaal 8.3. Waarbij u de juiste benamingen kreeg. En in dit kader praten we over B-streaming en een technisch deskundige. Die hebben we in de studio vandaag. Die ons zal aangeven wat hij precies heeft gebracht en welke voordelen met B-streaming gepaard gaan. Wat heeft u precies meegenomen? Sowieso aanschouwelijk materiaal. Bij de streammethode is het belangrijk dat er ook aanschouwelijk materiaal gebruikt wordt. Sowieso heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zich gecommitteerd binnen de CARICOM om meer STEM-onderwijs te brengen. En daar hoort dus aanschouwelijk materiaal bij. Niet alle kinderen zijn gelijk. We zijn visueel ingesteld, we zijn kinetisch, we moeten dingen voelen. Maar we zijn ook auditief, dat we dingen moeten luisteren. Wat ik heb meegenomen is eigenlijk al een voorbeeld. En het is eigenlijk wat ook bij een les hoort. Als ik gewoon de energy stick neem. En ik vorm een kring met de kinderen en we houden het allemaal als hand vast en het laatste kind houdt dit ook vast. En we hebben een gesloten stroomkring en een open stroomkring. Ik kan dit uit gaan leggen met de elektroles, want die staan ook in de boekjes. Alleen de kinderen kunnen het zich soms niet verbeelden en dit doe je dus echt praktisch. Kinderen merken gelijk, hé, er loopt stroom door me heen en we kunnen echt gesloten stroomkring. Open stroomkring. Uiteraard hebben we ook de alternatieven, want je kent dit ook gewoon met een batterijtje en een draadje en een klein lampje doen. En dan heb je ook een open en gesloten stroomkring. Je kan die kinderen hiermee echt aan de gang laten gaan. Want als je meerdere batterijtjes geeft, meerdere kabeltjes, meerdere lampjes, zij gaan zelf schakelingen maken enzovoort. Zonder dat ze het weten, maken ze eigenlijk al opdrachten die in hogere of soms in het voortgezet onderwijs pas aan de orde zouden komen. En dat is het mooie van een streammethode, dat je eigenlijk een soort vakintegratie krijgt van verschillende vakken die met elkaar samenwerken. En op die manier leren de kinderen op een speelse wijze, maar wel de dingen die we ze mee willen geven. Onder de noemer meerwaarde van B-streaming dus. Dus dit is zeker de meerwaarde, inderdaad. U zegt kinderen, of waar begint het precies? Eigenlijk begint het al met die kleuters. Dit kan ik al met een kleuter doen. Een kabeltje en een lampje. En dan hoef je nog niet te praten over voltage en dat soort begrippen, stroomsterken. Maar je kan al beginnen met het is open, het is gesloten. Dat kind, de kleuter, begrijpt dat. En zo kan je, en dan kan je enkele woordjes erin benoemen. En dat zo naarmate dat ze overgaan, gaan ze wel die begrippen herkennen wat ze al eerder mee hebben gekregen. Dus het is echt heel belangrijk. Het volgende onderwerp, als we een dynamo hebben, we hebben hier een normale handdynamo, het lampje zou branden.
kan je het eigenlijk al hebben over energieopwekking. Ik heb ook een windmolen natuurlijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk die dynamo, dat motortje erin. Je kan gelijk de link leggen met Abu Bakr. Waar komt onze stroom vandaan? Want dat zijn dezelfde principes. Het werkt alleen met waterkracht. En op die manier maak je dingen helderder voor de kinderen. En dat is eigenlijk belangrijk. Nu is de focus op het basisonderwijs. Maar natuurlijk moeten we gaan naar VOJ, VOS. En dat zie je ook wereldwijd, tot zelfs universitair niveau. We maakten 3 jaar terug kennis met dit systeem. En nu zitten we 3 jaar verder. Mm-hmm. Wat zijn de vorderingen op dit punt? Oké, we hebben in totaal nu 100+ scholen bereikt. De leerkrachten, we zijn ongeveer bijna 1000 leerkrachten zijn er ook getraind. En je merkt de feedback die er gekomen is. De lessen, hoe ze nu gedaan worden, is totally different. En eigenlijk is er geen weg meer terug. We moeten voorwaarts gaan. En ik moet het ook even vertellen. Elke school, elke basisschool krijgt een stream kit. Waar dus eigenlijk dit soort spullen in zitten. Met handleidingen enzovoort. En dit hebben is dan nu even op engineering. Maar het gaat dus ook op science, scheikunde, natuuronderwijs. Dus voor alle elementen zijn er proefjes en apparaatjes en dingen in zo'n kit, in zo'n box gezet. Hoe groot is de achterstand in Suriname? Want ik weet dat er een heleboel landen al heel ver gevorderd zijn om dit systeem in hun systeem, in hun onderwijssysteem toe te passen. Wat is de gap die Suriname nog zou moeten vullen? Ik wil het niet zozeer een achterstand noemen. Okay. Omdat we zijn nu eenmaal, we zijn nu bezig met een bepaald curriculum. Dat is het onderwijs wat we hebben. We moeten kijken naar de vernieuwingen. En dus waar gaan we naartoe? En dat is denk ik meer belangrijker dan om te praten met achterstand. Want het betekent dat zijn onze kinderen achter. Nee. Ja, ja. Waar we wel willen gaan natuurlijk. En stream is ook gebaseerd op die 4 C's. Dat betekent critical thinking. We willen kinderen die kritisch gaan denken. Creativity, creatief zijn. Collaboration, die kunnen samenwerken. Maar ook communication. Die ook met elkaar goed kunnen afstemmen. En dat is echt belangrijk, want dat zijn competenties. De voordelen van B-streaming, we praten niet over het totaalplaatje, maar technisch gedeelte, daarover zijn we vandaag heel kort geïnformeerd. Want als we echt in details moeten ingaan op bepaalde onderdelen van dit systeem, dan zijn we over 2 jaar nog niet klaar, omdat je blijft leren. En het mooie ervan is, steeds kom je nieuwe ontwikkelingen tegen die je sowieso zal moeten meenemen om hetgeen jij wil bereiken te kunnen halen. De doelgroep is duidelijk. Ik heb weliswaar over een deel van de doelgroep gesproken, maar ik heb ook begrepen dat ouders met dit systeem ook mee kunnen gaan met de jongeren, zodat zij up-to-date blijven en dat ze ook de juiste ondersteuning kunnen geven. Maar we gaan hem vragen in hoeverre dat waar is of niet. Helemaal correct. We zullen de ouders ook mee moeten krijgen. Ouderparticipatie is natuurlijk hartstikke belangrijk, maar dat is over het algemeen. We willen allemaal het beste voor onze kinderen, dus het is ook belangrijk dat je de moeite maakt, ook voor je kinderen. Op deze manier kun je ook zaken helderder maken voor de ouders. Soms begrijpen ouders niet precies wat de kinderen op school krijgen. Via de streammethode kan je dat wel duidelijk gaan maken. En ik wil ook wel het nieuws vertellen van dat volgende week we echt gaan starten met lessen. De ouders, de verzorgers. Gaan we het spannend houden of zeggen we het nu liever? We gaan het wel verzorgen. Aangeven, volgende week officiële start, denk ik? Ja, officieel zullen we starten dus met, want er is materiaal dus voor leraar 7 en 8. En ondertussen wordt er gewerkt dus voor de andere leerjaren. Ik denk dat het wel belangrijk is om aan te geven. Zeker ook in het kader, omdat ik toevallig vandaag ook een appje kreeg van vanavond om tussen 6 en 9... zijn de streamlessen. En dus ik zou zeggen, hou de officiële kanalen in de gaten om de juiste informatie te krijgen van wanneer die streamlessen beginnen en begin niet te volgen. Want het zou jammer zijn als vanavond kinderen tussen 6 en 9 voor de beeldbuis zit staan en er komt niets. Dat is teleurstellend. Daarom. En dat wil ik zeker voorkomen. Belangrijk, u kunt altijd bellen naar het NII.
En natuurlijk ook de STVS. Als u iets gemist heeft, of u kunt op onze website de gemiste uitzendingen nog volgen. En we moeten ervoor zorgen dat we door de juiste actoren worden geïnformeerd ten aanzien van een bepaalde ontwikkeling. En dat we niet klakkeloos vanuit alle hoeken informatie zullen nemen en vooral die informatie doorsturen naar anderen. We hebben de heer Van der Zijden vandaag gehoord in deze aflevering van Actua. Meneer Van der Zijden, ik denk dat u alles heeft gezegd, maar toch nog een heel makkelijke statement als we praten over de introductie van B-streaming. Wat kan het betekenen voor de kinderen, wat kan het betekenen voor de ontwikkeling en wat kan het betekenen voor de volgende generatie? Sowieso gaan we dus de kinderen assertiever maken, zelfstandiger en ik denk dat we dat ook in de maatschappij nodig hebben, maar ook de interesse voor techniek en ICT's natuurlijk ook, want dat wordt een belangrijk onderdeel in ons leven. Economisch wise? En zeker dat ook, want waar we naartoe gaan, als we kijken naar de ontwikkelingen voor onze kust, gaan we heel veel technisch personeel ook nodig hebben. Dus we moeten de kinderen ook daarvoor, jongens en meisjes natuurlijk, enthousiast voor maken. Ik heb het zo vaak gehoord op school dat er een onderscheid werd gemaakt tussen meisjes en jongensberoepen. Maar tegenwoordig zien we overal ter wereld dat er bijna geen sprake is van een scheiding tussen man en vrouw, mannen en vrouwen werk, maar dat een ieder ervoor zorgt dat het moment er heel veel belangstelling is voor een bepaalde branche, dat mensen zich gaan verdiepen in de materie en zich gaan onderwijzen of ontwikkelen op dat punt, zodat zij ook een bijdrage kunnen leveren. We zijn aan het eind gekomen voor wat deze uitzending betreft van Actua. Er liggen voor ons hele mooie en rustige dagen, als wij natuurlijk ervoor zorgen dat ze rustig blijven. U blijft natuurlijk de regels van het COVID-19 management team volgen. Het team dat is samengesteld door de overheid. En zorg u ervoor dat als u wordt geïnformeerd via andere kanalen, dat u wel gaat verifiëren of de informatie op waarheid berust. En dat kunt u altijd doen op de website van COVID-19 Switi Zranang. Voor een nieuwe presentatie bent u afgestemd op dinsdag aanstaande, want dan zitten we weer in de studio hier in de congreszaal. En wij laten u ook heel gauw weten welke onderwerpen we zullen belichten in de komende week. Bedankt voor uw bijdrage. U blijft kijken naar 8.2 en 8.3. En u blijft natuurlijk op de hoogte ten aanzien van wat er gebeurt in Suriname en wat er daarbuiten ook plaatsvindt. Bedankt, tot de volgende keer.